Hallo, leuk dat je kijkt. Ik las met mijn boekenclub De Bekeerlingen van Stefan Hertmans. Een boek waarin tijd een belangrijke rol speelt. Ik moet zeggen dat het eerst op mijn lachspieren werkte. Want, neem twee oude documenten. Neem een Joodse bekeerlinge in Normandië die op de vlucht slaat. Neem een trektocht van Normandië, Rouen, naar Zuid-Frankrijk, naar Bonn, Monieu en vervolgens ook naar Cairo. Reis dat verhaal na en schrijf daar vervolgens een boek over. Maar gaandeweg raakte ik in de ban van het verhaal en ben ik zeer onder de indruk van hoe Hertmans zijn spel met de tijd speelt. Hertmans introduceert zichzelf meteen op de eerste bladzijde in het verhaal. Het is vroeg in de ochtend. De eerste zonnestralen komen net boven de heuvelkam uit. Van bij het raam waar ik uitkijk over de vallei zie ik in de verte twee mensen naderen. Ik denk dat ze van de hoogte van Saint-Hubert komen, van waar je zowel de top van de Mont Ventoux als de vallei van Monieu kan zien. Daarna moeten ze een tijd door het schrale eikenbos op de hoogvlakte lopen, waar de wolven zwerven. Hertmans introduceert zichzelf in het verhaal en zet daarmee de tijd van 1000 na Christus en onze tijd naast elkaar en als het ware tegen elkaar, waardoor je een speciaal effect bereikt. Bijvoorbeeld de moorddadige kruistochten van die tijd plaatst hij naast de even moorddadige en gekke jihad van nu. Met de suggestie dat daar ook wel eens een verband tussen zou kunnen bestaan. Het is een prachtige compositie waarin hij zijn eigen verhaal, het proces van het schrijven en het verhaal van de jonge bekeerlingen samensmeet met de overgebleven bronnen en studies naar waar dit zich heeft afgespeeld. Het is een prachtig geheel waarin ook beschrijvingen van de natuur nog eens een rol spelen. Het motto van het boek is ontleend aan Thomas Mann. De vorm van tijdloosheid is het hier en nu. Dat beleef ik heel sterk in de beschrijvingen van de natuur die toen en nu hetzelfde zijn. Die bloemen en planten, de landschappen waren toen aanwezig en zijn daar nog. De bergen, de paden waren er toen en zijn er nog. Hertmans zou willen dat hij tijdloos was. Het is zijn wens om die bijzondere vrouw te leren kennen. Met zijn verhaal, met zijn reis, met zijn beschrijving in het nu is het hem wel gelukt om daar dichtbij te komen. Ook daarom sluit hij af met de wereld tolt. Maar als je even de adem inhoudt, staat hij stil.